Nou, het is nu zo wisselvallig deze zomer, omdat we eigenlijk al sinds juni te maken hebben met een soort koude put boven West-Europa. Dat wil zeggen dat er een lage drukgebied hangt met hele koude lucht op hoogte. Daardoor ontstaan er heel veel buien. Niet echt koude dagen, temperaturen vaak nog wel rond de graad of 20. Maar als je het vergelijkt met afgelopen jaren, is het natuurlijk wel een stuk frisser. In feite is deze zomer tot nu toe nog steeds aan de warme kant, gemiddeld sinds 1 juni. En dat zullen we niet zo ervaren, maar dat toont wel dat het eigenlijk helemaal niet zo'n hele slechte zomer is. Ja, vorig jaar lag dat lage drukgebied met die koude bovenlucht en al die buien ergens anders. Namelijk vaak boven Noord- of ook Oost-Europa. Nu hebben we dat boven West-Europa liggen en dat kan heel hardnekkig zijn. Dat blijkt wel in dit jaar, want het weet van geen wijken. Dit hele luchtdrukpatroon, zoals we dat ook wel noemen, dat lage drukgebied blijft constant op dezelfde plek liggen. En daardoor blijven die buien ook in hetzelfde gebied steeds hangen. Maar de afgelopen jaren heb je juist gezien dat hoge drukgebieden in ons deel van Europa in ieder geval echt de overhand hadden. En soms wel een maand lang stand konden houden met dus droog en zonnig weer. Nou, dat is dit jaar niet aan de orde. Nou, misschien dat het najaar nog wat moois brengt aan nazomerweer. Je ziet vaak na een wisselvallige zomer dat er vaak wel een warme periode nog ergens in september of oktober volgt. Nou, er zit warmte genoeg in Europa, ook boven Zuid-Europa. Dus als de wind maar 2 dagen zuidelijk zou worden, dan zit die warmte hier. Ja, dat moet dan wel even gebeuren.